mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik begin weer met hey mensen, maar dat is echt totaal niet de bedoeling. Oké, jongens, dit is even een korte video. We gaan niet heel veel doen. Maar jongens, er is een nieuwe code uit. Ik zat gewoon rustig op mijn telefoon. En toen kreeg ik via WhatsApp een berichtje binnen van Tindra, waarmee ik aan Skype ben. Hallo. Dat er een nieuwe code was. Nou, iedereen wordt helemaal spastisch altijd. Ik ook. Ja, yeah, dat... Tindra, zou jij het willen laten horen? Komt er voor elkaar. Ik had een spraakberichtje gestuurd. Even iets harder. Wacht, ik hoop dat het zo oké is. Code, 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 woehoe! Oh my god. Oké, nou, de nieuwe code is New Queen. En dat schrijf je zo, het staat nu boven mijn hoofd. Tenminste, boven het Star Stable poppetjes hoofd. Ik heb mijn telefoon er hierbij. En ik ga hem invullen en dan kunnen jullie zien wat er in Star Stable gebeurt als dat wordt ingevuld. Dus ik druk nu op de knop. Staat er waardebomcode geactiveerd, dan krijg je dit. Je hebt nieuwe starcoins ontvangen. En dan heb je 200 starcoins. Ja! Yeah! Oh. Dat staat er, hè? Dat had ik met Valentijn ook al ontdekt. Oh, had ik helemaal niet door. Ik ben nu pas aan het inloggen nadat ik het code heb ingevoerd. Dat is ja, maar ik wist dat het zo was. Want ik zag het met Valentijn, zag ik er een deel van. Maar jongens, de code is 200 starcoins. Ik heb hem op heel veel accounts, want ik heb heel veel accounts, heb ik ze allemaal al ingevuld. En ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik wil natuurlijk... Zij lijkt te veel op mij. Ik wil natuurlijk het clubsetje verder kopen. Want ik heb nu zeg maar dit. Maar ik vind de zwarte broek eigenlijk ook wel nice. Dus ja... Deze video duurt niet lang, dat zei ik al. Maar anders duurt het heel lang om hem op YouTube te zetten. En ik neem dit serieus op maandag op. De code is tot donderdag volgens mij beschikbaar. Ja, tot donderdag. Tot donderdag. En ja, als je gewoon slim bent, dan vul je hem altijd gewoon meteen in. En ja, maar dus ik neem dit op maandag op. Omdat ik eerst een Space Hotel video had... Maar die had ik nog niet bewerkt. Dat was echt heel dom. Daar kwam ik pas achter toen Tindra dat code dingetje zei. Toen dacht ik, oh ja, we moeten nog een video online. Nou ja, dus ik doe even een kleine video van ongeveer 4, 5 minuten. Want ja, dan kan ik dat laten zien. En anders had ik niks te doen. Oké, maar jongens, tell me in de comments. Wat moet ik doen? Want... Ik wil zeg maar wel voor een nieuw paard sparen. Maar ik wil zeg maar ook nieuwe setjes. Dus ik weet het niet. Ja. Wat is het? Weet je wat, hoe wij naar me gaan lopen? Begin daar op die hoek, op die veld. Gaan we zo even omhoog. Tell me in de comments, guys. Helemaal de hele veld rond. Oké. Dus ja. Zeg in de comments wat je vindt dat ik moet doen met mijn starcoins. En zie ik jullie in de volgende video op woensdag als het goed is. Want volgens mij komt er iets superleuks uit. Maar dan moet je maar even op de Star Stable Insta kijken. Het is zo leuk. Oké. Vergeet niet. Volgende week zondag is het 1 april. Later.